Goedemorgen allemaal. Vandaag neem ik jullie mee naar mijn ochtendroutine. Kunnen jullie zien hoe dat ik de paarden verzorg of wat er gedaan moet worden 's morgens? En het begint al goed. Ze zijn uitgebroken. Tenminste uitgebroken. Kijk. Dit is dus niet de bedoeling. Jullie horen in de andere stal te staan en de andere horen in deze stal te staan. Karel, kun jij het uitleggen? Deugen niet. Oh. Katootje? Ja? Hè, hebben jullie de draad weer opengemaakt? Om het hooi van de anderen te jatten. Nou, laat mij er maar even langs. Allee. Nee, niet open doen. Ja hoor, de rest van de bub staat daar. Hier hebben ze het tussendraadje opengemaakt. Hey Bram, ja jongen, jij krijgt zo je hooi. Jij ook kei. Kom Gerrit, nou hier moet ik dus mijn hooi halen. Maar Gerrit ligt in de weg. Kom, zoek uit. Ja, daar schiet niet op, Gerrit. Kom. Hop. Gerrit, ga eens ergens anders naartoe. Je kan toch wel ergens anders gaan liggen? Ja, komt hij aan, hoor. Nee, niet terug in slaap vallen, Gerrit. Nou, kan ik eindelijk hooi gaan pakken. Gerritje staat in beeld. Nou nog meer. Kareltje heeft een hooiallergie, dus we moeten het hooi altijd nat maken. Dus dat gaan we nou doen. Kijk, de slang erin hangen. En dan moeten we daar naar de kraan. Hé zus. Hier is op de kater. Nou, komen we hier bij de nieuwe stal. Daar moet ik de kraan aan zetten. Zo, dan zijn we bij de nieuwe stal. Hier is dus de kraan, moet ik altijd aanzetten. Maar dan zien jullie gelijk, hierachter hebben we de kasten. De zadelkasten. Er al eentje een beetje in gebruik. En op de een of andere manier kom ik nog ruimte tekort. De pussycats die blijven hier. Hier zijn twee stallen. Voor straks als we twee paardjes intern hebben. En hier wordt de inloopstal van onze eigen paarden. En, je zult niet geloven, iemand heeft de muur eruit gereden. Hier komt de voerrek. Dus dat we hier kunnen voeren. En iemand is dus bezig geweest en toink. Heel de muur eruit, dus hier moeten we nog wel verzinnen. Of extra ventilatie. Oh kijk, en ze zijn de mest hier al aan het leven. Oh, dat gaat best makkelijk zo. En terug bij de kruiwagen. Gerrit! Waarom moet je nou altijd hooi hebben wat ik aan het maken ben? Oh. Oh, Gerrit, hoe nat. Dat vindt hij niet leuk hoor. Ja,
thee. Nou, een beetje druk hier, hè? Hey. Nou, lief zijn voor elkaar. Zo, alles heeft te eten. Dat ze een beetje door elkaar staan, heb ik hier ook even wat gegooid. Hè, Binky? Zo, terwijl de paardjes lekker hooi aan het eten zijn, ga ik uitmesten. Hey, als ik het zo ziet wat. Zo, nu ben ik klaar met uitmesten. En de wei is goed afgegaan, dus nu ga ik ze in de wei zetten. En zoals ik het zo altijd nogal enthousiast. Dus ik moet altijd even aan de kant gaan staan.
En daar gaat ze. Kom maar, sterretje. Sterren zitten naast. Sterren, hier langs. Even de weg kwijt. Kom maar, je moet hier door de bak. Kom maar, sterretje. Kom maar. Kom maar, sterren. Goed zo. Kijk, daar moet je langs. Goed zo, sterren. Kom maar. Ja. Rechtdoor. Rechtsaf. Rechtsaf, sterren. Ja, goed zo. Nou, hebben jullie kunnen zien hoe mijn ochtend eruit ziet? Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een stukje mee te kijken. En tot de volgende vlog. Doeg!